De zondagsopenstelling voor supermarkten. Een onderwerp waar veel om te doen is geweest. Zowel in de raad van Doetinchem als onder de supermarkteigenaren zelf. Aan tafel de man van de glazen water, Benny Vonk van het CDA. En de heer Jan Lodder van Plus in Wil. Om maar gelijk van wal te steken. Het CDA ziet een zondagsopenstelling niet zo zitten voor supermarkten. Kun je uitleggen waarom niet? Ja, dat klopt, Erik. We hadden in de fractie, toen het onderwerp aan de orde kwam, een voorbespreking kun je stellen. En alle mensen in die fractie aan tafel, die hebben we gevraagd, hebben jullie eigenlijk behoefte aan die zondagsopenstelling en hoe kijken jullie daar tegenaan? En eigenlijk werd fractiebreed gedragen dat men eigenlijk geen enkele behoefte had aan die zondagsopenstelling. Er waren een aantal argumenten voor. Het belangrijkste was dat mensen zeiden van ja, de supermarkten die zijn tegenwoordig van 8 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds open. Dus wij hebben die behoefte niet om op zondag de boodschappen te gaan doen. En natuurlijk kwam de vraag ook aan de orde van hoe kijk je daar nou vanuit je CDA-gedachte of vanuit de christelijke gedachte tegen de zondagsrust. Dan moet ik eerlijk zeggen dat dat onderwerp niet zozeer de overhand had binnen onze fractie. Dus men hecht wel aan de zondagsrust, maar meer vanuit een brede maatschappelijke gedachte. Dat men zegt van, hoe moet die maatschappij er nou uitzien? Hoe willen we nou verder met die maatschappij? Moet het nou zo zijn dat we zo straks alleen nog maar bezig zijn met kopen, met winkelen? Met andere woorden, de 24-uurs-economie, moeten we dat idee nou omarmen? Ook de verdergaande individualisering van de maatschappij. Iedereen roept van ik moet toch boodschappen kunnen doen op dat moment dat ik het wil. Ja, dat is natuurlijk prachtig als je dat roept. Maar er staat natuurlijk een partij tegenover en dat is de ondernemer. Moet hij dan 24 uur per dag zijn winkel open hebben? Maar op het moment dat de ondernemer voor zichzelf heeft uitgemaakt van nou, ik wil er best wel aan meedoen. En de consument zegt van nou, we hebben best wel behoefte om op zondagmiddag boodschappen te doen. Dan valt dat argument weg. Ja, goed, dan kun je met elkaar dat argument bespreken en zeggen, moeten wij daar dan in meegaan? Ja, maar binnen het wettelijke, zeg maar, binnen Doetinchem mogen 3 supermarkten open zijn. Ja. Dat was ook het voorstel wat voorlag. Ja. Of er niet mee instemmen, en of voor die 3 stemmen. Dus die keuze was in wezen gemaakt. Ja, goed, dat is het probleem een beetje met de huidige winkeltijdenwetgeving. Daar staat in dat op zondag de winkel geopend mag zijn vanaf 4 uur 's middags. Tot middernacht, tot 12 uur. Maar goed, het is nu beperkt tot 8 uur 's avonds. En dan per 15.000 inwoners één winkel. En als je daarover met elkaar van gedachten gaat praten, en dat zal Jan ook kunnen beamen, dan kom je toch een beetje in de situatie van ja, waarom alle winkels niet open? Dat was ook een onderdeel van de discussie van het collegevoorstel. Maar het was eigenlijk een onzinnig voorstel, want wettelijk is dat op dit moment gewoon niet toegestaan. In de wet staat per 15.000 inwoners één winkel. Dus met Doetinchem met 57.000 inwoners kom je op 3 supermarkten. Meneer Lodder, wat vindt u van dit verhaal van de heer Vonk? Nou, ik vind het klopt aardig. Wij steven af op een 24-uurs-economie. Wij hebben met onze consumenten te maken die een vraag stelt. Wij zijn dienstverlener, dus probeer aan die vraag te voldoen. U wilt als supermarktondernemer daar wel aan meedoen? Ik zit zelf niet te wachten op zondag open te gaan. Maar wij hebben een aantal klanten, dus consumenten die heel graag op zondag winkelen. En wij zijn dienstverlener, dus zorg dat een bepaald aantal winkels open zijn. Doen we alle winkels open op zondag, is dat financieel niet aantrekkelijk, kost alleen maar geld, we hebben niet meer klanten. Zijn er 3 open in heel Doetinchem, trekken je alle klanten uit heel Doetinchem daar naartoe, dus de consument is tevreden en voor ons is het financieel haalbaar. Dus daarmee wijkt u toch wel een beetje af, of eigenlijk behoorlijk af van het standpunt van het CDA in deze. U zegt van, als er dan toch een keuze is tussen of 3 open en dan met z'n 18e, want 18 supermarkten heeft Doetinchem, loten, of allemaal sluiten, dan kiest u toch wel voor het eerste. Ja, de eerste optie was allemaal open. Dat is wettelijk niet toegestaan. Dus ja, okay. Die optie hebben we verworpen. De volgende optie is de middenvariant. En dat is om de beurt open. En waarvan 2 boven de rivier, 1 onder de rivier. En dat klopt aardig met de verdeling van inwonersaantallen. En dan in de Wisseroos, waarbij iedere winkel na 4 jaar weer om de beurt komt. De Wisseroos per 4 jaar. Ja, maar wat vindt u van het argument dat de heer Vonk net vertelde? Nou,
we zitten al in zo'n drukke maatschappij en is het nou allemaal wel nodig, die openstelling op zondag? Ja, ik weet, toen ik een klein jongetje was, gingen de sporen, mag je de winkels open en 5 uur dicht en zaterdag 's middags dicht. Dat is ook niet meer denkbaar. Dus u zit in een bepaalde ontwikkeling die volgens mij gewoon doorgaat. Ja. En daar zullen we op in moeten spelen. Nu is het zo dat 8 supermarkten hebben een brief geschreven naar de gemeente. Die hebben gezegd van, ja, als het zo moet, dan liever allemaal sluiten dan dat we gebruik maken van zo'n loting. U heeft die brief niet ondertekend. Waarom niet? Nee. Binnen de eerste gesprekken is er sprake van geweest met de gemeente, de wethouder BNW is daarbij geweest. Er zijn andere gesprekken geweest met alle supermarktondernemers. Daar werd de stelling ingenomen door, waar ook diezelfde acht bij zitten. We doen gewoon alles over. En dan moet de gemeente maar zeggen hoe groot onze boete is. Maak een pot en van daaruit betalen we de boete. Ja. Ben ik het absoluut niet mee eens geweest, ook niet mee ingestemd. Vervolgens gaan ze ineens een heel ander voorstel zeggen, laten we dan maar alles dicht doen. Ben ik het dus daar ook niet mee eens, omdat ik daarin de mening heb vertegenwoordigd dat wij aan de consument toch een beetje de ruimte moeten geven. Ja. Zullen we eens vragen wat de consument ervan vindt? Graag. Daar gaat het uiteindelijk toch om, hè? Wij willen met z'n allen misschien wel zondag naar de supermarkt. Ik ga even het publiek in. Even rennen. Wat vindt u ervan? Moet die supermarkt open op zondag? Die moet zeker open, ja. Ik weet niet of jullie wel eens om 4 uur bij de Albert Heijn op de Huut zijn geweest, maar daar hangen ze met de benen uit. Dat is echt heel druk, dus er is kennelijk een behoefte. En ik denk, ja, om op die zondagsrust even terug te komen, als mensen dat niet willen, dan blijven ze lekker thuis. Gaan ze op zaterdag boodschappen doen. Ja, dan blijven ze lekker thuis, meneer Vonk. Ja, prima. Zo makkelijk is het toch? Waar ik er eentje keuzevrijheid van ben. Noemen ze dat. Hè? Precies, ik ben daar eentje van. Ja. Maar drie supermarkten open, dus is dat eerlijke concurrentie? Ja, nou is dat eerlijk. Ik denk op dit moment dat wij, ik woon zelf in Dichteren en we hebben daar 2 supermarkten open. En de rest van Doetinchem heeft op dit moment niks, dus jongens, ik zou zo zeggen van laat er eentje open in Dichteren en, of op de Huut dan. En zorg dat er ook 1 of 2 aan de andere kant van Doetinchem open zijn. En zorg daar in een goed verdeelsysteem. Ik denk dat het meest eerlijk is en dat ook de consument daar tevreden mee is. Een goed verdeelsysteem, nu bepaalt het lot, hè? Dat zal zo straks door het lot bepaald gaan worden. En dan hebt u dus kans dat u misschien zo straks naar Wilton moet op zondag om boodschappen te doen. U wil ook nog wat te zeggen. En gaat u dat doen, is mijn vraag. Nee, dat gaat u niet doen. Nou, dat is wel een interessant thema. Nee, ik zou om zo echt verder niet naar Wil gaan. Ja, niet, het zou een hele goede supermarkt zijn, maar het heeft natuurlijk geen zin. Nagedacht over een goede verdeelsleutel? Wat ik wel grappig vind, dat als mijn personeel, Niels, dit is maandagsmorgens komen. Dus ik ben gisteren even bij de plus op de dichter geweest. Ik zei, moet jij dat doen? Ja, ik kwam nog iets te kort. Dus ik weet niet of dat zo even werkt. Dat zou kunnen. Maar ik heb begrepen vanuit de supermarkten dat er ook niet, de supermarkten zelf ook niet zitten te springen om allemaal open te zijn. Want dan wordt de spoeling weer zo dun dat er ook weinig aan de strijkstok blijft hangen, om het zo uit te drukken. Ja, op dat moment ga je alleen kosten verhogen. En er zit geen omzet tegenover, dus dat is niet aantrekkelijk. Want je hoort nu ook tegenstanders zeggen maar van ja, maar we moeten rekening houden met het winkelpersoneel. En we kunnen niet van winkelpersoneel verwachten dat ze op zondag werken. Hoe had u dat qua personeel ingevuld op zondag? We hebben een heleboel part-timers die heel graag op zondag werken. Mede gezien de goede arbeidsomstandigheden op zondag. Ze worden dubbel betaald en die wil graag. Kunnen ze lekker zaterdags aan de sport of andere hobby's doen. En zondags komen ze lekker een paar uurtjes op de plus werken. Want ze staan te dringen, zeg maar, om zondag te werken. Ja. Dus dat is geen probleem. Nee. Is het niet mogelijk om alle supermarkten op de koop zondag open te... Nee. De supermarkten worden gewoon als een aparte categorie benoemd in de wet. En die zijn uitgesloten van de zondagopening. Behalve voor dat artikel die zegt dat ze tussen 4 uur middags en 8 uur s'avonds... De avondopenstelling. Ja. Eigenlijk is het een soort avondopenstelling, ja. Ja, laten we snel verder gaan, want ik moet zo nog boodschappen doen. Nog één vraag aan u. Er wordt hier gezegd vanuit de zaal, u verschuilt zich een beetje achter de wet. Ja, maar dat moeten we allemaal. Dat is nou eenmaal de wet. Maar bent u nu al voor of tegen die zondagsopenstelling? Even los van de wet. Tegen. Dank u wel, duidelijk. Heeft u antwoord op uw vraag?